Als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar dat D66 deel uitmaakt van de regering, jaar op jaar op jaar worden de doelen van de klimaatwet niet gehaald. Hoe kan je dan in vredesnaam tevreden zijn over waar het kabinet nu mee bezig is? De heer Paternotte. De agendadoelen zijn dit jaar bijvoorbeeld wel degelijk gehaald. We zien dat we heel rap aan het verduurzamen zijn, kampioen zonne-energie van Europa. En we hebben nu een mooie politieke afspraak om de doelen nog verder op te schroeven. Ja, meneer Klaver, u was in januari nog zeer tevreden ook over de afspraken die op klimaat zijn gemaakt. En ik denk dat het kabinet, we zagen de laatste berekeningen van het PBL, in november komen die ook nog met het coalitieakkoord erbij, dat het kabinet snel moet komen, en die vraag ga ik zo meteen ook stellen, met voorstellen om ervoor te zorgen dat we die klimaatdoelen gaan halen. De heer Klaver. Voorzitter, ik vraag helemaal niet naar de agendadoelen, ik vraag naar de klimaatwet. Daar heb ik met uw collega Rob Jetta gewerkt. Die heeft de Tweede Kamer hier ingediend als initiatiefwet. Die doelen zijn niet gehaald. Niet in 2019, niet in 2020, niet in 2021 en nu gaan we ze voor 2022 ook niet halen. Het is allemaal gebeurd on your watch. Toen u zat erbij. En nu zegt u dat we tevreden kunnen zijn. Dat kan helemaal niet. Ook dit jaar is de bandbreedte die het PBL aangeeft 40-50%. Terwijl de doelstelling 55 en de ambitie 60% is. Hoe kun je dan tevreden zijn? Voorzitter, ik zeg nog helemaal niet dat ik tevreden ben. Wat ik zeg is dat we radicaal van richting veranderen. Wat ik zeg is dat we een politieke afspraak hebben gemaakt om in 2030 minstens 55% minder CO2 uit te stoten. En beleid erom te richten op zelfs 60%. We daarmee bij de koplopers qua ambitie in Europa horen. Dat je ziet dat we heel snel meer duurzame energie in Nederland krijgen. Dat we kampioen zonne-energie dit eerste halfjaar zijn. Dat ik daar de voorstellen voor verwacht. En dat we dit jaar wel degelijk het agendadoel bijvoorbeeld halen. De heer Klaver. Echt, de greenwashing van D66 is inmiddels echt erger dan de greenwashing van Shell. Hoe kun je dit serieus menen? 4 jaar lang haal je de klimaatdoelen niet. En wat is er nu afgesproken? In februari, of in dit voorjaar ergens, er gaat nu een ambtelijke commissie aan de slag die met extra voorstellen moet komen. En dan ergens in maart komen die voorstellen om te kijken hoe we extra klimaat doelen kunnen, of hoe we de klimaatdoelen wel kunnen halen. Dat is toch veel te weinig. En daarom zou mijn vraag zijn, volgens mij moeten we dat niet accepteren. Wij zijn hier de volksvertegenwoordiging, wij controleren dit kabinet. We moeten een extra pakket aan maatregelen vragen nog voor de EZK-begroting dit najaar, zodat we die doelstelling wel halen. Heer Paternotte. Ja, voorzitter, dit is wel even de verontwaardiging van de heer Klaver over de klimaatwet die hij nota bene zelf geschreven heeft. Want de systematiek die hij beschrijft is de systematiek van de klimaatwet. Maar ik ben het met hem eens dat er tempo nodig is. Dat is ook waarom ik die oproep doe aan het kabinet. Nee. Tot slot, de heer Klaver. Don't klimaatwet me. Ga mij niet uitleggen wat er in die wet staat. Ik heb hem verdorie zelf geschreven. Ga mij niet vertellen dat dit nou de systematiek is. De bedoeling is dat er dit najaar een extra pakket komt om die doelen te halen. En de afgelopen 4 jaar is dat niet gebeurd. Dat was mede uw verantwoordelijkheid. Ik vraag u, laten we ervoor zorgen dat er dit najaar wel een pakket ligt waarmee we de doelstellingen halen. Niet eens de verhoogde doelstelling zou mooi zijn, maar gewoon wat we nu hebben afgesproken in de klimaatwet. En mijn vraag is, bent u daartoe bereid? De heer Paternotte. Voorzitter, de reden dat ik dit benoem is dat ik inderdaad van het kabinet verwacht dat we ons houden aan die afspraken, om ervoor te zorgen dat we de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord niet alleen halen, maar dat we er overheen gaan. Dat we naar 55% gaan en dat we die 60% halen. En ik denk dat de heer Klaver ook wel ziet dat alle maatregelen die in de pijplijn zitten, of die al genomen zijn, zoals een meer dan verdrievoudiging van de vliegbelasting, dat dat hele grote stappen zijn die tot voor kort in Nederland echt ondenkbaar waren. En hadden wij in ons verkiezingsprogramma vast die 60%, had u dat erin? Ja, dat hadden we allebei inderdaad. Dat is ook waarom ik denk dat het goed is om te zeggen dat je met een compromis een heel eind je richting in kan komen. Dat je dingen veel beter kan maken. En door alleen maar te wijzen op de dingen die je dan nog net niet hebt behaald, dat je daarmee ook geen recht doet aan het feit dat we op de goede weg zitten. Heel kort nog, de heer Klaver. Net niet? Serieus? Net niet? Al 4 jaar haal je de doelen niet. En, ieder jaar dat het niet lukt, is de kans dat we in 2030 de resultaten halen die nodig zijn nog veel kleiner. Net niet. Voorzitter, dit gaat echt nergens over. En om heel eerlijk te zijn, meneer Paternotte, zeg ik via u, voorzitter, u beroept zich maar over wat er is afgesproken over de doelstellingen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over praatjes, ik heb het niet over doelstellingen, ik heb het over resultaten. Ik heb het over daadkracht. Er staat namelijk gewoon al een doelstelling in de klimaatwet. En zelfs die doelstelling, die wordt niet gehaald. Al 4 jaar achter elkaar niet en dit jaar weer niet. En daarom hoop ik
dat u een medestrijder bent hier in het parlement om dit kabinet en de minister van Klimaat ervoor te zorgen dat ze dit jaar die doelen wel gaan halen en dat de begroting van EZK wordt aangescherpt. Als we dat niet doen, zijn alle praatjes die u heeft over klimaat leeg en loos. Voorzitter, ik vind wel dat we even recht moeten doen aan de feiten. Want ik zag de reactie van GroenLinks op de laatste klimaat- en energieverkenning. Waarbij je ziet een bandbreedte van 44% tot 53%. Er wordt gezegd, hé, dat is niet precies wat in het coalitieakkoord staat. En dat klopt, want al die afspraken die daarin staan, die zijn ook nog niet in die verkenning verwerkt. Dan kan je een mooi beeld inderdaad schetsen alsof het niet genoeg is. Maar dan moeten we wel eerlijk zijn en zeggen, hé, wat grappig, er zijn allerlei maatregelen nog die daarbij komen. Die te maken hebben met een klimaatfonds van 25 miljard euro. Met de verhoging van de vliegbelasting. Met al die investeringen die gedaan worden om sneller te verduurzamen. En als u mij vraagt, ga ik het kabinet daaraan houden? Absoluut. Maar ik denk dat uw toon hier geen recht aan doet. Voorzitter, ik denk dat uw antwoorden geen recht doen aan de ernst van de situatie. Die vliegbelasting telt niet mee in de reductie van de CO2-uitstoot. Het PBL zegt over heel veel van die maatregelen, ook uit het coalitieakkoord, die zijn niet concreet genoeg om te kunnen doorrekenen. En daar zit precies het probleem. Prachtige woorden. Allerlei leuke plannen, maar niet concreet genoeg om ervoor te zorgen dat we ook echt de doelstellingen gaan halen. En dat is nou precies wat wel nodig is. Dank u wel. In plaats van ieder jaar een aanscherping van de doelen en zeggen, oh, we gaan het nog ambitieuzer doen, haal gewoon een keer die doelen. En dit jaar gebeurt het weer niet. En dat gaat niet vanuit het kabinet komen. Daar wordt niet geregeerd. We zullen het vanuit de Kamer moeten doen. En ik reken op uw steun.